Sesam, open u. Het is muzikaal nogal een feestelijk jaar in de Noordkop. De ene na de andere vereniging viert een jubileum. Van 50 jaar jong tot 150 jaar oud, muziek maken is een traditie. Ben je nu al aan de nee toch? Ja. Staat hij al aan? Ja. Oh, lachen. Ik zit straks in die zaal. Creone is dan een afkorting van creatieve ontspanning na arbeid. Dus dat is altijd goed. We staan in de Wieringermeer, pioniersland, hard werken. Was die ontspanning ook wel nodig? Ja, zeker. Dat is natuurlijk van vroeger uit van een hoop leden waren van het boerenland. En van andere harde werkers. Dus dan is 's avonds de ontspanning met muziek maken. Dat is altijd lekker. Vandaag zijn we te gast bij muziekvereniging Creona in Wieringerwerf. De muzikanten bereiden zich voor op de jubileumvoorstelling Ali Baba en de 40 Rovers. Ja, we bestaan het jaar 50 jaar. Dus gaan we groots aanpakken. Met verschillende concerten gaan we dit jaar doen. We hebben dan het eerste concert wat we gaan doen. Dat is van Ali Baba. Dat is voor de jeugd van de lagere school, de bovenbouw. En voor de bejaarden willen we dat doen. Een heel, heel leuk concertje. Met 40 rovers worden we dan meteen druk op het podium, denk ik, hè? Ja, het zijn er geen 40, het zijn er 2. 2 die alles spelen. Ja. Bij veel verenigingen is het best lastig om nieuwe leden te krijgen, om alles een beetje op peil te houden. Hoe gaat dat bij jullie? Het is moeilijk, ook in deze tijd, om nieuwe leden te krijgen. De jeugd ja, die trekt toch vaak de Wieringermeer uit als ze gaan studeren en dan in de puberteit raak je ze kwijt. Dus ja, de leerlingaanwas is nu afgelopen jaar niet zo groot meer. Maar we zijn wel bezig met scholenprojecten om toch op de lagere school weer, nou moet je toch de mensen kinderen enthousiast maken om ze op de Fanfare of bij de Melkband te krijgen. Wat is het plezier van het muziek maken? Waar zit het hem in? Gewoon de gezelligheid en de muzikaliteit. Ja. Ja. Heel lang? Ja, heel lang. Ja, sinds mijn jeugd eigenlijk. Ja. Het is toch grappig dat je zo naast elkaar zit en iedereen leest die noten en ineens ontstaat er wat, hè? Ja, eigenlijk heel mooi. Het zijn er ook maar 7 of 8 of zo. En daar doen we dan alles mee. Ik word vooral heel vrolijker van, ook als ik oefen thuis. En soms wordt er een grapje doorheen gemaakt en dat is ook gewoon heel leuk. Het is wel lekker rustgevend en ik laat mijn gedachten weglopen. Vooral als je nu in de eindexamenperiode zit. Het klinkt al onwijs goed volgens mij. Zijn jullie een beetje tevreden hoe het nu gaat? We zijn behoorlijk tevreden, maar het gaat nog veel beter worden. Als je mensen zou moeten overtuigen om bij een muziekvereniging te gaan, wat zou je tegen ze zeggen? Nou, sowieso kom ik hier kijken, kom ik hier luisteren. Zowel bij de Fanfare als van de Melkband. Het is niet altijd de hoempapai muziek en het getrommel wat je op straat gewend bent. We spelen ook hele uitdagende, andere mooie muziek. Het zal je verbazen hoe leuk het is. Dan kom ik je kijken en luisteren.